We staan in Amsterdam Zuidoost voor het voormalige hoofdgebouw van de Nederlandse Middenstandsbank. Tegenwoordig gebouw van de ING Bank. En het is ijskoud buiten, dus ik ga graag naar binnen omdat het daar warm is. En niet alleen omdat ze de kachel hoog gestookt hebben, maar omdat het gebouw zo gebouwd is. En wat ik daar precies mee bedoel, dat laat ik je daar zien. We zijn nu binnen in het gebouw en het is inderdaad lekker warm. Maar dat ligt niet alleen aan de kachel en de klimaatinstallaties. Dat ligt aan het ontwerp van architect Ton Alberts, die in 1978 begonnen is met het idee het meest energiezuinig gebouw ter wereld neer te zetten hier in Amsterdam Zuidoost. Geen kleine opgave. Vanuit welke gedachte heeft hij dit gedaan? Namelijk een antroposofische gedachte. Dat wil zeggen dat een gebouw meer is dan alleen maar zijn vorm, maar dat die vorm geleend is uit de natuur en natuurlijke materialen daarvoor gebruikt zijn. En je kan ook gelijk zien hier binnen dat er meer aan de hand is dan alleen maar een kantoorgebouw realiseren. Nou, met de antroposofische visie van Alberts is het niet geheel tot zijn recht gekomen. Namelijk de energiezuinigheid die hij erin ontworpen had, is niet helemaal uitgekomen. Hij kon daar niet zoveel aan doen, is in 1978 begonnen met ontwerpen, maar pas 10 jaar later is het gebouw opgeleverd. En in de tussentijd is zoveel veranderd qua techniek dat het programma van eisen niet meer voldaan kon worden. Dat neemt niet weg dat hij er wel heel veel voor terug heeft gekregen. Namelijk die antroposofische visie heeft geleid tot een gebouw waar 91% van de mensen die hier werken zich hier prettig voelen. En dat is een ongelooflijk hoog cijfer. De energiebezuiniging is niet gelukt, maar dit is een prettig gebouw om in te werken. Beide komen uit dezelfde visie. Verdient die visie daarom ook een plek in de stad van Nederland?